Speedbooks is trotse sponsor van Team NL. Van harte welkom bij het EK-journaal, het laatste EK-journaal van dit Europees kampioenschap. De dames die spelen om de derde prijs van het Portugees variant. En de mannen winnen zilver bij het Largues. Maar in de halve finale een wereldpartij van onze jongens. En hier komt een van de uitblinkers van deze partij. Het is Pieter-Jan Leijenaar, de laatste man in het perk. En hier slaat hij de bal over alles en iedereen heen. En dus een bovenslag. En de punten naar Team NL toe. Nog een uitblinker in beeld, dat is Tjisse Steenstra. Met zijn laatste opslagbal, dat doet hij heel diep, heel ver. En de Basken kunnen de bal niet goed verwerken. En zo is de winst daar op 6-1. En Johannes Boersma is alleen maar tevreden. Ze pakken het echt zo fantastisch goed op. Echt, de opslag heel goed verzorgd. Precies zoals we het wilden. Zo ging het ook, snelle bal er naartoe. Beetje links, beetje rechts, zoek die zijkanten wat op. En beide heren moesten ook een keer hier tot aan het achterperk serveren. Ja, echt fantastisch, echt fantastisch. Ze hadden er echt moeite mee. Hun spel is natuurlijk veel onderhands. Wij hebben een bal die stuit, maar die schiet door. Ja, en dan daar krijgen ze last van. De mannen zijn er klaar voor. De mannen van Johannes Boersma zijn er helemaal klaar voor. 2-2 in setstanden en 40-40. Tjisse Steenstra met een opslagbal heel diep op de grote ster Diego. En hij plaatst een zitbal. En dat betekent dat Team NL op 3-2 komt. Ze komen op 4-3 voorsprong, maar op 4-4. En de 40 is hier die nieuwe ster Diego die de bal over alles en iedereen heen ramt. En dus de 5-4 voorsprong. Team NL komt die klap niet meer te boven. Want op 5-4 en 40-15 is hier de nummer 4. Die de bal over alles en iedereen heen ramt. En de titel, de Europese titel, is er voor de Valencianen. En Nederland wint het zilver. En dat is een teleurstelling. Ik kan zeggen dat we op waarde zijn geklopt. Zij maken deze partij geen enkele fout. Hebben alles vanuit het perk richting de bovenlijn. Geweldig geslagen, geweldig uit, op, alles in de laatste 3 meter, alles moest in 1 keer. Het is zonde en dan inderdaad toch wel heel ver weg. Dus wij kaatsen eigenlijk ook foutloos. Alleen zij, ja, zijn nog net die 5%. En waar we die 5% moeten zoeken, ik denk dat het verschil is dat zij dit spel altijd spelen. En ja, het is voor ons, we doen het er even bij. Het laatste onderdeel van het Europees kampioenschap om de derde prijs door de dames van Team NL. De Portugese variant. En dat is een teleurstelling voor Team NL. Want ze verliezen van de Valenciaanse, waar ze in de poolwedstrijd nog wonnen, verliezen ze nu met 20-10. En ook hier de teleurstelling. Op het begin kwamen we wel mee. Alleen later begon het wat meer te regenen. En daardoor werd de vloer wat glad. En daar hadden wij eigenlijk geen grip op. En de Valenciaan eigenlijk wel. Tuurlijk, iedereen heeft er last van. Maar zij hadden de opslag, waardoor wij echt een goede return moesten geven om het punt te pakken. En dat lukte helaas niet. Wat een week hebben we beleefd. Wat een sportweek hebben we beleefd. Wat een kaatsweek hebben we beleefd. En uiteindelijk komen we met 4 zilveren medailles terug naar Nederland. En daar zijn we trots op. Daar zijn we heel trots op. Namens het KNKB Mediateam, bedankt voor het kijken. En wat ons betreft, tot op de kaatsvelden. Speedbooks is trotse sponsor van Team NL.